Hi Monique. Hey. Hoe is uiteindelijk jouw reis verlopen, jouw reis naar Moira toe? Ja, dat is wat trubbelig verlopen. Want ik had natuurlijk geboekt, maar door de COVID werden vluchten geannuleerd of omgezet. Dus uiteindelijk ben ik vrij onverwacht vertrokken, want ik dacht, nou ja, dan boek ik die vlucht maar. En kwam ik daar aan, terwijl ze mij eigenlijk pas een paar dagen later verwachten. Dus ik stond op een vliegveld en ik belde op van, ja, ik ben er. Oh, ben je er al? Want je hebt geen contact vanuit Nederland met Lesbos. Pas als je op Lesbos bent, krijg je contact met de mensen van Stichting Bootvluchteling die daar de boel coördineren. En dat is dan op dat moment het eerste contact wat je hebt. Ik moest eerst nog in quarantaine gaan. Dat wist ik ook hoor, dat was bekend. Dus dat heb ik eerst gedaan. En pas na een week, in die week doe je ook wel dingen voor de stichting, kon ik beginnen met het werk. Als je dan voor de eerste keer echt daadwerkelijk voet zet in het kamp, wat is dan je eerste indruk? Wat was jouw eerste indruk? Ja, als ik dat terughaal, hè, hoe wij daar liepen, dan denk je echt, wat een verschrikking is dit. Het is echt zo. Dat is wat ik het sterkste had. Het is echt zo als je het op tv ziet in een documentaire. Je loopt op een stenen pad. Het zijn alleen maar stenen. Het zijn allemaal witte tenten in rijen. Met heel weinig ruimte ertussen waar mensen dus in en uit de tent kunnen. Tent na tent na tent. Heel veel mensen die rondlopen. Er zijn uitgiftepunten voor eten. Er zijn uitgiftepunten, ja, de krap voor kranen. Er zijn blokken wc's en blokken toiletten. Verder heel veel herrie door de generatoren. En verder mensen die daar zitten. Zitten voor de tent. Rondlopen met wat spulletjes. Ja, niks groens. Hè. Het nieuwe kamp is, het hebben we het over, hè, is gebouwd op een soort stuk wat de zee ingaat, een stuk land eigenlijk, omringd door de zee. Ja, ik denk, daar kiezen ze in ieder geval niks voor. Kan niemand geen kant op en is het makkelijk te beveiligen. En dat betekent dat dat stuk gewoon helemaal volgebouwd is. Dus dat er geen greintje, ja, een paar bomen. Ik denk dat er op heel het kamp 4 bomen zijn of zo. Ja, ik vond het verschrikkelijk als je daar rondloopt. Dan denk ik, zo... En hoe zijn de mensen die daar zitten? Echt gelaten, wanhopig of toch wel hoopvol? Is er iets te doen? Nou, er is niks te doen. Door COVID ligt ook echt alles stil. Anders is er een school en kunnen volwassenen bijvoorbeeld de Engelse les volgen. Maar verder wordt alles zo beperkt. Zo voelde ik het in ieder geval heel duidelijk toen ik daar rondliep. Zo beperkt mogelijk gehouden. Dus de voorzieningen zijn echt minimaal. Ja, dat mensen net kunnen overleven. 2 keer per dag een prutje met eten. Verder tenten waar je met 2 gezinnen in gestopt wordt. Of alleenstaande mannen bijvoorbeeld waren er best wel veel. Die zitten met 120 in een tent. Hè. Dat is dan een hele grote tent. En verder kunnen ze niks doen. Want ze mogen met 3 uur per week naar buiten. Nu met de COVID. En anders is het ook heel erg beperkt. Ja, dus dan zit je daar maar te zitten en te hangen. Je hebt me vorig jaar verteld, op dat moment zaten er ongeveer 20.000 mensen, vluchtelingen, in het kamp. Je legde even uit van het kamp en de jungle. Nu is dat anders, dat aantal is behoorlijk gedaald. Mede vertelde je net even door de brand in september 2020. Ja. Hoe is dat nu? Hoeveel mensen zijn er nu nog in dat kamp aanwezig? Ja, er zitten nu nog tussen de 6 en de 7.000 mensen. Het precieze aantal weten we niet, weet ik ook niet. Want dat is hoe het geregeld is. De Griekse overheid regelt het kamp namens de EU. BRF, de Bootvluchteling, Refugee Foundation, dus de Stichting Bootvluchteling, is een vrijwillige organisatie. Er zijn ook andere vrijwillige organisaties die actief zijn in het kamp. Maar die hebben eigenlijk heel weinig informatie, krijgen die van de kampleiding, noem ik het maar even. Dus zo is niet precies bekend hoeveel mensen er zijn. Weten we ook niet precies hoeveel mensen per week aankomen. Er wordt geschat ongeveer nog 50 per week die aankomen in het kamp.
Weten we ook niet bijvoorbeeld over ziektes. Hoeveel komt dit voor, hoeveel komt dat voor? Daar krijg je, wordt niet, je krijgt niet een soort rapport iedere week van nou, dit en dit en dit. Nee. En dan, integendeel, vaak. Bijvoorbeeld nu, hè, was COVID bijvoorbeeld. Van hoeveel mensen hebben dan corona? Wanneer komen die vaccinaties? Wisten wij ook allemaal niet. Nee. En of mensen asiel krijgen of hebben gekregen? Nee, dat is, ja, hebben gekregen, dat weten wij natuurlijk niet, want wij werken echt in diensten. En dan moeten net, nou ja, soms wisten we het als iemand bijvoorbeeld een tolk, hè, die had asiel gekregen, dus die neemt dan echt afscheid. En die zegt, nou, ik ben naar Athene, ik heb asiel gekregen. En dan zeggen we, nou, succes, hartstikke mooi. Maar heel veel mensen, die zie je natuurlijk ook maar één keer in een dienst en dat weet je ook niet. Ja. En voor mensen zelf is het ook niet duidelijk. Kijk, we weten wel dat we bijvoorbeeld mensen uit Syrië en uit Congo, Syrië-Congo, die krijgen vaak wel asiel. Maar bijvoorbeeld Afghanistan, er zaten heel veel mensen uit Afghanistan. Ja, waarom dan de ene het wel al heeft en de andere nog niet? En waarom sommige mensen al 2 jaar er zitten, tot 3 jaar al bijna, en sommige na een paar maanden al weg kunnen? Volstrekt onduidelijk. Is niks bekend. Nee. Niet, in ieder geval niet bij jou of bij hulporganisaties. Nee, helemaal niet. Nee. Je geeft een klein beetje aan, het afgelopen jaar is gebeurd. Het aantal vluchtelingen op dit moment is toch wel behoorlijk afgenomen ten opzichte van vorig jaar. Kun je ook iets vertellen over voorzieningen die zijn getroffen? Wat voor hulp hebben mensen gehad? Is er iets veranderd in hun leefsituatie? Ik denk dat het wel wat beter is dan het oude Moria. Eigenlijk heet het nu ook niet meer Moria, maar we zeggen altijd Moria 2.0, zeggen we. De andere Madunufu of zoiets heet het officieel. Omdat het veel minder druk is. Dat is een groot verschil, want er waren ook artsen die in het oude kamp hebben gewerkt. En die zeiden, oh, dat is echt wel een groot verschil qua drukte vooral. En voor ons gold dat ook voor de diensten. Want zij zeiden, goh, de diensten die waren eerst wel veel drukker. Want was echt de rijen. En dat was nu niet. We waren wel gewoon lekker aan het werk, maar niet rijen dik. Dus dat maakt wel uit. Maar als je kijkt naar de voorzieningen, dan is dat op hetzelfde niveau gebleven nog. Ja. Mensen zitten nog in tenten, slapen op een matje als ze geluk hebben, hebben geen niks, hebben een paar uur per dag elektriciteit, waar ze de telefoon denk ik vooral bijna moeten opladen. Hebben wc's buiten en douches buiten in hokken, te vies voor woorden, dat ik denk, hoe kun je dit volhouden? Hoe moeten vrouwen die bevallen zijn, kinderen, hoe moet iedereen hier gezond blijven? Is het zo dat de mensen die daar zitten over het algemeen toch wel middelbaar of oudere leeftijd? Of zijn er ook veel kinderen? Nee, er zijn heel veel kinderen, worden ook heel veel kinderen geboren in het kamp. Ja, dat is misschien de hoop die mensen hebben. Of iets wat doorgaat, of dat weet ik ook niet. Iemand zei, ja, hoe meer kinderen je hebt, hoe meer kans je hebt om asiel te krijgen. Maar ik hoop niet dat dat de reden is. Het zijn vooral veel jongere mensen. Ja, dus het zijn veel alleenstaande jonge mensen uit Afrika die komen. En veel gezinnen met jonge mensen uit Afghanistan dan, die via Irak gevlucht zijn. Ja. Dus wij zagen in de diensten ook niet heel, bijvoorbeeld ik heb maar 1 hartinfarct gezien, ik noem maar iets, hè. Dus wij zagen niet heel veel chronische ziekten van oudere mensen, want die waren er gewoon niet veel. Dus wij zagen vooral heel jonge kinderen met buikgriep of huidaandoeningen. Best wel veel wonden zagen we. Heel veel psychische noten natuurlijk. Hè. Ja. Veel gezondheidsklachten eigenlijk voortkomend uit de situatie waarin men verkeert. Ja, zeker. Dat zeg je goed. Ja, dat is wat er dan is. Met name aan de hand Ja. Hoe heb jij het ervaren? Heb je het idee dat je daadwerkelijk iets hebt kunnen toevoegen? Dat je echt daadwerkelijk mensen
een stapje geholpen hebt? Ja, ik, gelukkig heb ik dat wel. Want ik zou het ook wel moeilijk vinden om zoiets te doen. En dan, nou ja, ik denk wel dat ik eerlijk naar mezelf kan zeggen als ik echt denk dat het helemaal niks heeft gebracht. Maar kijk, op het moment dat ik daar de dokter ben en anders is er geen dokter, dan denk ik, goh, de mensen die ik op die avond, hè, want we deden avonddiensten van 5 tot 12 of in de weekenden van 10 uur 's ochtends tot 12 uur 's nachts, dan zou iemand heel het weekend geen dokter kunnen zien. Ja. Of ze moeten aan de politie vragen, het is zo erg, ik moet naar het ziekenhuis. En dan is het de politieagent die op dat moment kan beslissen, ja, dat vind ik goed. Of nee, dat is niet. En dan moet er ook al een ambulance gebeld worden. Want alleen de meest kritieke, in de kritieke situatie, dan mocht je naar het ziekenhuis. En anders kunnen mensen daar ook dan niet komen. Dus op het moment dat ik daar als dokter zit, voelde ik wel dat ik, ja, dat ik hun iets kon bieden. Ja. Weet je, ik heb een luisterend oor. Ik kan hun ongerustheid wegnemen. Ik kan medicijnen geven. Hè, want je hebt ook luchtweginfecties. En je hebt oorontstekingen en ja, alle dingen die hier ook gewoon zijn. Ja. En hier zijn mensen ook blij, hè, terwijl ze niet eens, terwijl iemand misschien niet eens heel ernstig ziek is, maar toch dat je gewoon naar een dokter kan. En dat mensen dat zelf kunnen beslissen. Want wij zaten in het kamp, dus mensen konden gewoon naar ons toe komen, hoefden geen toestemming te geven. Ja, we zaten in een afgesloten deel van het kamp, laat ik het zo zeggen. Dus hoefden niet aan iemand van de overheid te vragen, mag ik naar de dokter toe? Dus ze konden gewoon zelf komen. Het is een klein stukje menselijkheid. Precies. Ja. Dat is wat. En dat, denk ik, dat is het stukje wat je kan doen op dat moment. Ja. Dat wist ik ook, dat het er zou zijn. Aan de basissituatie kan ik niks veranderen. Okay. En dat wist ik ook wel. En tuurlijk doet dat zeer. Maar dan denk ik, ja, dan probeer ik wel door dit verhaal te vertellen, is dan het stukje wat ik nog kan doen. Zo voel ik het. Denk ik, oké, ik kan mensen bewust maken dat de situatie zo slecht is daar en dat wij, Nederland, dat accepteren. He, want Nederland kan zeggen, weet je, dat gaan we niet doen, Griekenland. He, want Griekenland voert het uit voor de EU. We willen echt een betere kampvoorziening. Dit is niet humaan. We kunnen die mensen niet zo in de steek laten. Dat moet echt veranderen. Maar Nederland doet ook niks. Ja. Dus eigenlijk zeg je, als de overheid daar veel meer een vinger in de pap zou hebben en betere organisatie eromheen zou hebben, zouden hulporganisaties efficiënter kunnen werken, misschien veel andersoortige hulp kunnen bieden. Ja. Ja. Ja, want het is soms echt wat je ziet gebeuren, vind ik het soms ook echt een verspilling van mankracht en ook geld, want uiteindelijk, weet je, het is een vrijwilligersorganisatie, maar die verzamelt geld in, hè, mijn reis kost geld, ja. Dat vind ik niet erg dat ik dat besteed. Maar denk, ja, dat zou ook anders besteed hebben kunnen worden als dat niet nodig was geweest. Ja. Is er nog iets waar zou je mee af willen sluiten? Is er nog iets waarvan je zegt van, nou, ik zou de mensen, de kijkers of überhaupt in het algemeen nog iets mee willen geven? Ik hoop dat mensen nadenken. Dat is wel wat ik heel sterk voel. Hoe gelukkig je bent dat je hier geboren en getogen bent, is denk ik echt, ja, dat is echt gelukt toch? En wie zijn wij dat ik mag gewoon naar Lesbos, ik mag daar gaan werken, heeft niemand gevraagd, wat kom je hier doen? Als ik nog langer had willen blijven, ook prima. En mensen die op de vlucht zijn, want ik ben echt van overtuigd dat je gaat niet huis en haard verlaten voor 50 cent of een euro om hier te verdienen op een dag. Dan moet het gewoon echt erg zijn. Of je wil voor je kinderen een betere toekomst. Hè, dat je geen toekomst meer ziet voor hen. En dan denken, wie zijn wij dan om te zeggen, nee, maar jullie mogen Europa niet in. Monique, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek. Ja. We hebben natuurlijk wat beelden die de kijkers ook tijdens dit interview te zien krijgen. Misschien nog een allerlaatste vraag. Heb je nog een mooie afsluiter, een mooie gebeurtenis, iets wat je hebt meegemaakt dat je zegt, dat is nog even wel iets moois wat hier allemaal uit voortkomt? Een geboorte? Het mooiste zijn natuurlijk de kinderen. Hè? Als je die hebt geholpen en zo'n hummeltje, die pakt je hand, hè? Want dat doe ik altijd zo, en dan pakken ze zo je hand en dan moet mama ook lachen. En dan denk ik, joh, hoe makkelijk is het om contact te maken? Dat is helemaal niet moeilijk. Alle mensen kun je gewoon contact meemaken en kun je
En daar heb ik wel een tolk bij me, maar dan nog de taal van aandacht en betrokkenheid, die spreekt iedereen. En dat kun je gewoon voelen, ook al spreek je de taal niet en ook al ben je... Dus dat zijn de momenten echt dat je denkt, nou, hier doe ik het voor. En dat hoop je ook dat die, ja, dat weet ik gewoon zeker, dat mensen dat ook voelen. Van, hé, er zijn toch nog andere mensen die aan ons denken. Ja, dat zijn wel de echte mooie momenten op in zo'n dienst. Oké. Sluit je daarmee af. Dank je wel.